Welkom op de Jozefschool. Hier laten we ieder kind stralen. Om ieder kind te laten stralen, werken we op de Jozefschool aan de hand van 5 kernwaarden. Onderwijs op maat, een veilige leeromgeving, een professioneel team, een goede samenwerking met ouders en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij denken op de Jozefschool in kansen. Hiervoor bieden wij kinderen onderwijs op maat. Als leerkracht bieden wij de leerstoffen gedifferentieerd aan. Sommige kinderen begrijpen de lesstof wel heel snel en kunnen na een korte hint aan het werk. Andere kinderen volgen de instructie en kunnen daarmee zelfstandig aan het werk. En weer anderen hebben na de instructie nog hulp van de leerkracht nodig en nemen plaats bij mij aan de instructietafel. Naast dit basisaanbod bieden wij kinderen die meer aan kunnen ook extra uitdaging met ons begaafdebeleid. En kinderen die het lastig vinden extra ondersteuning. Zo kunnen we ieder kind laten stralen. Ik heb een hoger denktrap met nog 2 andere kinderen. We hebben een coachmoment bij meester Jos. We moeten gemotiveerd werken. We moeten goed samenwerken. We werken zelfstandig. We overleggen ook, zo kan je van elkaar leren. En we moeten met Akkerdinavond ook nog een grote presentatie geven. Aan een veilige leeromgeving hechten we veel waarde. Een kind dat lekker in zijn vel zit, met plezier naar school gaat, straalt. Ik vind het heel gezellig en ik heb gewoon goede vriendinnen en ik kan met iedereen wel overleggen. De juffen en meesters zijn heel aardig en ze maken soms ook wel eens een grapje. Tijdens de lessen leefstijl besteden we expliciet aandacht aan wie je bent, wat je fijn vindt en hoe we met elkaar omgaan. Maar een schooldag biedt continu leermomenten in het omgaan met elkaar. De Leerlingenraad biedt leerlingen de ruimte om te leren leven in een democratische wereld. Zo krijgen kinderen ruimte om mee te praten over wat er op school gebeurt. Samen leren om samen te leven. Ieder kind verdient de beste leerkracht en de beste school om volop te kunnen stralen. Wij hechten veel waarde aan de professionalisering van het team. Individueel, maar nog belangrijker in teamverband. Niet alleen de leerlingen, ook het team blijft zich ontwikkelen. Een leven lang leren. Wij werken op school daarom met ontwikkelteams. Bij ons op school werken we met 3 ontwikkelteams. Dat zijn de didactisch, pedagogisch en onderwijs op maat. En dat zijn ontwikkelteams die investeren in de kwaliteit en de opbrengsten van ons onderwijs. Ieder teamlid zit in een ontwikkelteam en samen werken ze aan een zogenaamde STAR, waarin ze het ontwikkelonderwerp gaan uitwerken met elkaar. Met daarbij de doelen, het tijdspad, de opbrengsten en de onderlinge groepsbezoeken met kijkwijzers. Om een kind optimaal te laten groeien, is een goede samenwerking met ouders van belang. Samen kijken we wat er nodig is om uw kind te laten stralen. De samenwerking vind ik heel prettig. Het is een relatief kleine school. De afstanden zijn klein, het is een platte structuur. Je komt mensen heel makkelijk tegen. Vanuit het bestuur vind ik ook heel belangrijk dat er goed wordt samengewerkt en dat die mogelijkheden er zijn. Menselijk contact vind ik het belangrijkste. Gewoon één op één met elkaar kunnen praten, elkaar naar de ogen kijken. Maar er zijn ook mogelijkheden zoals de mail of het systeem Paro. Wat heel makkelijk maakt om een kind even ziek te melden. En dat is in de drukke tijden als mensen op school of op werk zitten, is het wel eens makkelijk om even een berichtje te doen naar de leraar en op die manier contact te hebben. Nou, via Paro krijgen we ook allerlei foto's van kinderen te zien. Ook leuk om te zien wat het kind gedaan heeft. Mijn ervaring is als ze thuis aan het eten, hoe was het op school, dan komt er meestal niet heel veel verhaal meer uit. Maar aan de hand van die foto's kun je toch even een beginnetje maken en dan krijg je toch mee wat het kind al meegemaakt heeft. Dus dat is heel goed. Het laten stralen van kinderen kunnen wij niet alleen. Ouders zijn van groot belang. Binnen de school zijn vele ouders actief.
zowel in het helpen bij een creacircuit, tijdens de overblijf, in de klankbordgroep als in de ouderraad. It takes a village to raise a child. Met die gedachte staan wij als school in het dorp. We zijn betrokken bij activiteiten binnen het dorp en de kerk. Want kinderen stralen niet alleen op school. Wilt u ook een kind laten stralen? Maak dan snel een afspraak voor een rondleiding door onze school.